Hallo Kerstin, niet ik ben Mark en ik ben vandaag weer met Hearts of Iron 4. Vorige aflevering heb ik, ik weet eigenlijk helemaal niet meer wat ik heb gedaan. Volgens mij, ja, ik heb geen idee meer. Behalve, zoals jullie kunnen zien, heb ik een nieuwe mod. En dit is What If the Mediterranean Sea Has Been Drained. En zo ziet het er dus uit. Dus ik ga nu vandaag als Duitsland proberen. Ik dacht van, misschien kan ik ook wel gewoon als Italië gaan. Maar dat lijkt niet echt zo'n verstandig idee, want ik ben altijd heel slecht in Italië. Nou ja, dat valt ook wel mee hoor, dus. Oké, we gaan in ieder geval even onze divisies even allemaal goed neerzetten. Gewoon een beetje divisies hier en daar. Okay, jullie mogen alvast even Tsjechoslowakije gaan staan. Mocht er een oorlog uitbreken, niet dat die kans groot is, maar hé, je weet maar nooit. En dan zet ik jullie, of dan zet ik jou gewoon daar. Zo. Hoppakee. Dan gaan we nu even onze dingetjes even regelen. Dat we maar even wat synthetic refineries regelen. Hoe minder we moeten er gaan treden, hoe beter het is. Het scheelt weer civiele factories en het scheelt ook weer convoys. Oké, even onze research dingetjes neerkleppen. Onze 3. Petra Terry. Kijk, zoals deze, die kan dan gewoon. Nee. Zo. Zet er ook even wat visies in de training. Hoppakee, oké. We gaan beginnen. Zet er ook alvast even onze bootjes allemaal even goed. Oh ja. Submarines, die mogen bij de Kriegsmarine, die destroyers mogen bij de OC-vloot, Kriegsmarine. Ja. We mogen gewoon even net hoeveelheid maken. Jullie gaan hierheen. En nu gaan we even al onze vliegtuigen alvast richting Polen neerzetten. Heeft ermee te maken dat we gewoon alvast even ready moeten zijn, vind ik. Deze twee die ga ik vandaag dan. Nee, dat lijkt me niet zo'n handig idee. Ik heb meer. Ik heb eerder van die panzerdivisies nodig. Dus deze moet ik hebben. Oh, deze. Oh. Als daar een oorlog uitbreken, dan hebben ze in ieder geval voor Spanje.
Want hun hulp kunnen we nog wel goed gebruiken. En nu dat ik dat toch even over nadenk, kunnen we pitten dat zo goed eventjes jou er even bij halen. Medium. Oké, nu gaan we richting de... Ja, waar gaat hij? Voor je plan. Ach, nee, niet die. Oké, die gaan we dus even een beetje focussen. Op dit gebied. Gaan we gewoon even daar richting werken. Oh nee, kut, dat mogen we niet hebben. Gelukkig zijn mijn panzerdivisie best wel overpowered. Dus dat scheelt. Kut, daar gaat de divisie. One commander. Eentje. Nee. Dit dat we beter eerst Madrid even kunnen gaan overnemen. Top, Madrid, die is van ons.
Waar is mijn andere tankdivisie dan? In ieder geval wil ik wel lekker dat bij de divisies zo lekker overbouwd zijn. Vol. Zes divisies, ja, dan wint bij Panzer divisie natuurlijk ook niet. Oké, hoe gaat het met mijn constructies? Oh, oké. Wel weer lekker even een paar divisies een beetje omcirkeld. Oké, Ethiopië heeft verloren. Zoals gewoonlijk. Ja, dit is toch wel een beetje hectisch. En er is ook niet echt veel dat ik kan zeggen op het moment. Maar ja, zolang deze oorlog wel goed gaat, dan is het alleen maar positief. Artillery, is goed. Nou, misschien winnen we dat nog wel. Misschien. Even zien.
Dus ik gewoon mooi daar even neer. Oké, je maakt gewoon 5 van 10 voor die linie van. Wel tof dat we gewoon tegen twee divisies tegen kunnen. Echt lekker. Want die gaat een beetje langzaam, dat vind ik wel een beetje irritant. Eigenlijk moeten we gewoon even een doorbraak hebben, maar ja. Dat gebeurt op het moment nog niet echt. Ah, desert. Nou, ja. Dit zal wel heel fijn zijn. We hebben weer twee divisies opcirkeld. Kijk, hoeveel hebben we nu eigenlijk? Oh. Minder dan wij, joh. Zo. Goedemorgen. En ze hebben minder factories. Dat is mijn tank. Oké, dank je. Weet je wat echt heerlijk zal zijn als we deze divisie gewoon kunnen omcirkelen? Dus daar ga ik ook gewoon even voor. Als we deze divisie namelijk kunnen ontcirkelen, dan tenminste toch wel weer wat, ja, wat minder dat we het moeten tegenhouden. Mijn divisies zijn vele malen sterker. Vijf divisies en dan kunnen we ze nog tegenaan. Als iemand nog even helpt, dat zal wel fijn zijn.
En als al deze divisies ook daar naartoe gaan. Oh, dat zal lekker zijn. We waken ze toch in met twee panzerdivisies. Dus dat is heel top. Maar dit duurt alleen te lang. Oké, nu gaan we binnen. Ja, dat is wel overduidelijk. Yes. Nu gaat de spot aan op deze aanvallen. Dat hebben ze helemaal goed. Maar beginnen ze een beetje te breken. Top. Oké, breek ze. Kapot maken die aap. Beter op de regie. Hop. We hebben gewonnen. Lol. Oké, dan ga ik nu in ieder geval deze aflevering afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond. Geef een like op mijn kanaal. En dan zie ik je weer. Later.